juist van je af hebben. Oké. Okay. Ja, dat draad terugbrengen gaat goed. Alleen wat ik zei, met dat been, dat is een handigheidje wat je gewoon kan gebruiken als je hem gelijk wil doorsturen. Hij let niet echt op. Dus ik ga hierheen. Kijk, als ik nu op dit been ga duwen, breng ik mijn standpunt zeg maar weg. Kijk, doe ik dat niet en doe ik alleen even dit of zo, kan ik hem gewoon gelijk terugbrengen. Maar blijf ik duwen, hier hoef ik hem alleen maar een beetje naar boven te brengen. Dan rolt hij vanzelf. Anders moet ik onwijs kracht gaan leveren met dit been. En dat is echt wel nodig. En krijg ik hem vaak ook zelf niet. Ja? Dus goed afzetten met dit been. Goed duwen, duwen, duwen. Deze gaat iets omhoog. En je rolt hem zo door. Ja? Dit zijn hele belangrijke dingen in MMA. Als je niet weet hoe je uit een positie kan komen, dan slaat de persoon gewoon je hele bek in elkaar. Ja, en je kan alle submissies kennen in de hele wereld, maar als je niet van de ene positie naar de andere kan gaan, ben je gewoon fucked. Oké. Okay. We gaan even opstaan vanuit de crossside. Dus hij wil mij, stel je vecht tegen de borstelaar of een hele goede grondvechter. Je wilt staand houden. Dan ga je weer terug werken, eerst naar je knieën en dan weer staan. Ja? Oké. Okay. Hetzelfde verhaal, onderhoek, even knie ertussen. Oké, nu gaat die onderhoek gaat weg en ik pak hem hier over, in zijn oksel als het ware. Dan voel je even hier zitten, misschien is het beter. Aan die kant, hier zo. Ik sluit hem hier op. Oké, ik moet wel zorgen dat ik met mijn gewicht, zeg met hem, laag hou. Als ik hem omhoog laat komen, dan, of als ik hem niet goed strak hou hier, dan komt hij zo omhoog. Kan je zien? Als ik hem niet goed strak hou, dan kan ik gewoon zo leggen. Omhoog komen. Dan kan ik me zo uittrekken. Omhoog. Ja. Okay. Dus ik ga zeg maar met mijn lichaam die kant op. Oké. Okay. Wat ik nu ga doen is mijn arm hier neerzetten. Zo ver mogelijk weg. Dus niet hier. Dan pak hem eens. Dan ben ik gewoon in hetzelfde schuitje gewond. Ja? Dus hij gaat naar achteren. En goed naar achteren. En omdat ik hem goed naar achter breng, zit hij hier strak en duw ik hem als het ware een beetje naar de grond. Ja? Dit been gaat nu naar de grond toe. Ik kom op mijn hand. Ik breng deze naar achter. Hier zo. En ik hou gewoon druk op zijn schouder. Ja? Hier. Deze op zijn achterhoofd. En je staat er. Ja? En nog een keertje. Crossside, sterke man op je. Je wil weer gestaan. Underhoek. En die underhoek heb je nodig om ruimte te maken voor je benen. Ebi, knie ertussen. Hier naartoe. Underhoek gaat terug. Onderdoor. Arm goed eruit, voet op de grond, leun goed op zijn schouder, achterhoofd, stap weg. Nou, is dat makkelijk, is normaal mooi. Ja? Oké, okay, kom maar. Oh, ah, wegzetten. Ik kan niet meer uit, ik ga nog echt strak zitten. Als ik hier zit, daarom bij ik hier niet verder dan dit. Oké, als ik losslaat van zo, heb ik mijn handen zo vast. Broer, hoe krijg je deze? Krijg je, als je onderop legt, hoe krijg jij deze grip uit elkaar? Ja, dan moet je zijn, je moet iets aan bewegen. Als je die handen tussen krijgt. Nu kan je vasthouden wat je wil, maar hij heeft nu controle over jou. Okay. Snap je? Ja, je hebt wel hele sterke gasten, ik weet je bedoelt. Maar in principe heb je nu die, heb je niks meer aan die grip. Om hier rond, om dan dadelijk van eruit te komen, moet dit uit elkaar gaan. Dus. Jij moet ze nu loslaten om hem bij je te houden. Ja, okay. Want jij wil vanaf hier, en hier waarschijnlijk deze maken. Overpakken. Deze wil je over zijn hoofd brengen. Deze wil je hier naartoe brengen. Ja, ja. Om hem daar te houden. Ja, ja. Okay. Dus jij kan je handen zo dicht houden als je wil, maar je hebt er niks meer aan. Nee, ik heb het gewoon. Kom maar boven. Ja, dat is natuurlijk. Die is iets langer nog. Probeer daar, als je je knie tussen hebt, moet je arm controleren. Dus niet te snel naar je knie willen gaan. Dan kan je misschien zo opstaan. Ga dan met je arm even naar beneden. Dus dat je plat tijd ervoor neemt. Ja? Oké. Okay. In de wedstrijd doe je het snel, dat snap ik. Ah, ja.
gaat wel even.